Ja, ja. Oh, als je maar niet weer achter een deur staat. Ja, die deur daar kan je niet achter kijken. Yo kijkers van mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe GTA 5 video. Het is eindelijk weer zover, lekker GTA 5 op mijn kanaal. En wij gaan Hide and Seek doen vandaag. Natuurlijk best wel een populaire serie als het gaat om GTA 5. En wij zijn hier op het jacht. En inderdaad, het is het jacht, geloof het of niet. Maar het is het jacht, zoek het maar op Google. Dat het voorzetsel is die ervoor komt staan. Of nee, het is geen voorzetsel, het is een lidwoord. In ieder geval, ik ben er samen met Jabas, met Ido en met Max, yo boys. Hey, hallo. En ja, wij gaan vandaag dus lekker een potje hide and seek doen. Of daar, het is niet echt, ja, wat is het eigenlijk? Hoe kan je dit noemen, jongens? Is het een potje hide and seek? Of een spelletje? Of, het is een soort van spelletje, hè? Het is namelijk gewoon... Hide and seeken. Ja, het is eigenlijk gewoon een verstoppertje. Dus zo moet je het eigenlijk zien. De kip die hier staat, dat ben ik nu dus. Die gaat zich lekker verstoppen op deze prachtige boot. Die gasten in de politieoutfitjes, die gaan zoeken naar mij. En ik kan eens in zoveel tijd kan ik afluisteren. Of nou ja, ik kan het eigenlijk doen wanneer ik zelf wil. Dus dan kan ik mezelf muten en weer unmuten. Dan kan ik meeluisteren naar wat die gasten zeggen. Dus jullie zullen het eigenlijk vanzelf wel zien. En op elke hide and seek video hebben we tot nu toe meer dan 5000 likes gehaald. Dus ik wil jullie vragen... om het duimpje alvast weer omhoog te doen. Ik ga niet vragen om een hoeveelheid likes. Dat heb ik nooit gedaan. En elke keer wisten jullie me weer te verbazen. Dus laten we er gewoon voor een hoog aantal gaan. In ieder geval jongens, ik ga me nu verstoppen. Dus als jullie allemaal even lekker op de punt van de boot willen staan. Ik denk dat het... Ja, ik ga niks zeggen. Nevermind. Dus Max, jij ook. Wegwezen. Oh, daarin. Ja. Ook naar die kant van de boot. Lekker de Titanic moment met z'n allen samen vieren of zo. Dat jullie lekker armpjes in elkaar slaan. En dan helemaal mooi op de punt van de boot. Oké, hey, goodbye. Right? Goodbye. Ik wil me weer als ik gestopt ben. Yeah. Zo, yeah. En toen was die onderbroken. Ik had namelijk al een plekje gevonden. Ik kwam hier aanlopen op de boot. En toen ging ik als politieagent zijn. En dacht ik van, hey, chill, ik ga even chillen in de jacuzzi. En toen kwam ik dus hier. En ik vraag me dus af, kan ik met de kip hieronder? Dat is wat ik wil weten. Nee, oh, dat vind ik zo jammer. Ik had echt gehoopt, want ik stond hier dus al als politieagent, stond ik zeg maar hier zo erin. En toen dacht ik van, wat nou als ik hieronder kan klimmen? Maar helaas kan dat dus niet, want er zit een onzichtbare barrière als het ware. Dus we zullen helaas verder moeten lopen en zoeken naar een ander plekje. Eens even kijken, we hebben hier een bar. Oké, kunnen we op de bar? Ja, we kunnen op... Oh. Zo, daar ging een kan met water. Laten we maar niet op de bar zitten, want ik denk dat we daar sowieso wel snel gevonden gaan worden. Kunnen we hier op de stoelen? Volgens mij ook niet, hè? Of hier achterlangs, achter de stoelen? Oh, dat kan wel. Oh, dan is dit wel een hele goede plek. Dit is echt een knijtig goede plek. Ik weet niet of zij op de stoelen kunnen klimmen. Maar zo niet. Laten we dat gewoon als eerste plek doen, right? Want als we ons vinden, dan gaan we gewoon weer een nieuwe plek zoeken. Dus ik denk dat dit serieus wel een hele goede plek is. Hier zo. Ja, ik ga me unmuten. Komt ie. Nou, kill. Boys. Hallo. Ik heb al een plekje gevonden. Oh jee. Dus jullie mogen gaan zoeken. En moet ik jullie een tip geven op welke etage van de boot ik zit of niet? Nee. Zullen we het eens proberen? Oké, go try. Good luck. Ik ga de kelder in. Yeah. Oké, liep gelijk al een naam voorbij. Ja, ik denk ook echt niet dat ze dit gaat checken of zo. Ik weet niet, kijk, komt jouw Bas aanlopen. Oké, hij komt dichtbij. Hij komt heel dichtbij. En Walden is er ook, oftewel Max. Maar ze proberen op de stoel te klimmen. Oh jee. Maar volgens mij heeft hij me niet gezien, of wel? Ik ga even luisteren. Even meeluisteren. En kijk ook echt achter de deur, hè? Sowieso elke plant inderdaad, Japans. Dubbelcheck ze maar even. In de piano. Wie is dit hier dan? Wie loopt er? Nee, ik heb een geel vestje aan. Echt goed om die deuren kijken, want ik zie het wel weer gebeuren dat hij heel sneaky zo. Oké, zij verdenken dus mij ervan dat ik voornamelijk in de planten zit of achter de deuren. Maar als ze dat denken, dan zitten ze helemaal fout. Want ik zit gewoon achter de stoelen. Alleen volgens mij zijn dit dus van die stoelen.
waar je niet op kan springen, weet je wel. Je hebt soms wel eens van die stoelen in een GTA-gebouwtje staan, waaronder ook hier, waar je niet op kan springen. En volgens mij zijn dit dat soort stoelen, want ik kon er als kip ook niet op springen. En meestal, als je als kip ergens niet op kan klimmen, dan kan je dat als normaal GTA-karakter ook niet. Dus dat was volgens mij wat Jabas net ook probeerde. Hij probeerde op de stoel te springen. Toen dacht hij van shit, dit werkt niet, dus ik ga maar de plant controleren of zo. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon de eerste tip ga geven, want ze zijn hier volgens mij niet meer in de buurt. Dus komt hij aan, ik ga ze een tip geven. Nee. Hey boys, ik denk dat het tijd is voor jullie eerste tip, want ik zie geen enkele naam bij mij in de buurt. Gewoon als ik helemaal 360 graden draai, zie ik geen namen. Je kan namen door muren heen zien, dus je zit echt totaal niet in de buurt bij mij. Dus ik ga een tip geven en die tip luidt als volgt. Misschien... Riddle. Zit ik wel... Oké, zal ik er riddle... Makkelijk riddle van. Zal ik er riddle van proberen te maken? Ja. Oh, oké, dat is wel een goeie. Dat is van Sea of Thieves, wat Max bedoelt. Niet eens, maar. Oké. Oké. Nou, die heeft een buts al rijden. Als de kip uitgedroogd is, dan gaat hij hier wel eens naartoe. Kip uitgedroogd is. Oké, sure. Wat ik hiermee uiteraard bedoel, hier is een fucking grote bar en daar ga je dan lekker drinken. Dus dat is een beetje de tip. Ja, dat is inderdaad wel heel erg. Hè. Oh, als hier, de kip is het droog, duikmat gaat hij hier naartoe. Ik snap hem. I get the point. Moet wel hier zijn. Ja, hier moet iets zijn. No? Oh man, ik denk dat ze een douche is. Een douche. Ja, dat dacht ik ook. But... De andere kant is ook nog. Dat is lies, deception. Ik bedoel uitgedroogd in zin van je hebt dorst. Oh, de bag. Jezus jongens. Ja. Good luck. Ja. Dus, ze begrepen me niet helemaal. Ze dachten uitgedroogd in zin van droge huid en dat je helemaal gewoon door de zon helemaal uitgedroogd bent. Maar ja, dan heb je toch dorst. Dus ik dacht van, hé, dan snap je vast wel dat ik bij de bar ben. Ik wil een beetje spieken, maar ik denk dat ik daarmee mijn plek weggeef. Dus ik, weet je wel, ik blijf hier maar gewoon lekker zitten. En ik hoop maar gewoon dat ze snappen dat ik in deze ruimte ben. Daar is Max, oké. Patrick, en daar heb je ook gewoon ja. Tafel met whisky. Ik heb al gezien. Roy. Ja, oh. Ja. Hallo. Wat is er? Zie je me? Weet ik niet. Wat? Weet ik niet. Zie je me, hallo? Roy. Hallo? Weet je, man. Wat ben je? Fucking stinkkip. Ik ben de bar, dat zei je eigenlijk. Je bent niet bij de bar. Iemand is heel warm. Oh, oh, oh. Oh, jee. Iemand is heel warm. Ik heb echt het gevoel dat ik hier niet ben. Ja, ik ook. Ja, iedereen. Ja, dat is trouwens... Ik ga niet zeggen wie er warm is, maar één iemand is best wel warm. Ja. Ik... Maar geen ja. Heavy hoor, nee. Oh, als iemand. Zij door stoelen heen kan gaan. Gewoon een persoon. Dat is echt genuid. Roy? Ja? Is dit me? Wat? Ben ik het? Please say yes. I do not know that. It. Is een persoon extreem bout? Ja. Ja, dat zijn we allemaal. Ja, ja, zeker. Dat persoon is extreem bout. Dat zou echt moeten zijn. Dat zou inderdaad wel je dan moeten zeggen. Ik heb echt het gevoel dat hij hier ergens onder die stoelen zit. Dat hij daar gewoon doorheen is gekomen. Ja, ik ben echt Alright, zal ik dan ook maar vertellen wie de persoon is die heel close zit, of niet? Sure. Yeah. Oké, dat ga ik niet vertellen. Er zijn er nu twee. Wie is die tweede die joint? Wie is dit? Ben jij dit, Jan-Bas? Ja, dat ben ik. Oh, wat ziek! Waar zitten jullie? Woehoe! Ik denk dat ik mijn drinken kan halen, die ene bar. Ik zie hem niet. Wat? Ja, jeet! Sowieso is het wel bij Ido. I do not know that. Tell us! Ja, het is sowieso... Oké, nog een riddle, komt-ie. De aanvulling op de riddle. Ja, inderdaad. Deze kip houdt echt enorm veel van meubels. Ik hoor hem! Oh, ik kom naar je toe, Max. Zit hij? Onder de kussens of zo, dat wij dat niet zien? Eigenlijk wel. Hallo! Tussen deze meubels hier al. Hallo! Oh! Ja! Ja! Ja, Bas heeft me gevonden! Hier zit ik! Hoe kom je daar achter? Ja, gewoon via hier! Kijk dan!
Ja, wij kunnen daar niet aan. Hoe ben je daar gekomen, jongens? Ik weet niet, ik vloog. Je dacht. Ja, wij kunnen daar niet aan. Ja. Ik zit vast. Help me. I know. Dus ik dacht ook al, van ik ging hier tussendoor. Ik dacht van, hier kan nooit een echt persoon tussendoor lopen. Dus toen ging ik hier gewoon naartoe lopen. En ik probeerde op de stoelen te klimmen en dat kon niet. Dus ik wist van, jullie kunnen ook niet op de stoelen springen. Dus ik dacht van, dit is echt de perfecte hideout. Toen ging ik gewoon lekker hier zitten. Ik ben letterlijk al dus, niet jij vindt mij bang. Ja, Max zat in de buurt. Maar het was ook echt zo van, kijk, jullie kwamen hier zo allemaal langslopen. Dat was 1, en dat was 2, en dat was 3. Jullie liepen allemaal deze kant op. En jullie kwamen niet meer terug. Of tenminste één keertje volgens mij. Dus dacht ik van, zo gaan ze me never nooit vinden. Dus dan moest ik gewoon echt ik even een tip jullie geven. Ik heb hier achtergekeken en ik kon er niet overheen springen. Dus ja. Ja, klopt, Bas. Jij was heel dichtbij een keertje inderdaad. Klopt. Maar je kan via de tafel zo erop. Maar goed, oké, jongens. Als jullie nu... Ja, sowieso. Ik zou hier nu gewoon weer lekker op de voorkant op de boot gaan staan. En dan ga ik gewoon weer een verstopplekje zoeken. En dan ga ik jullie gewoon weer een tip geven. Yes! Alrighty, ik zet hem wel weer even op midday. Want bij mij wordt het nu langzaam avond. Dus ik doe even morning. En dan 1 hour forward. En dan nog eventjes wachten, want anders gaat hij crashen. En dan nog een keer hour forward. Kijk, helemaal goed gegaan. Yes. Oké, ik ga weer verstoppen. Doei, doei. Doei. Zo. Dat was wel een goede eerste verstopplek als je het mij vraagt. Ik zat daar echt knijters goed verstopt. En ik ben ook echt blij dat ik die verstopplek uiteindelijk gedaan heb. Want ik twijfelde nog. Hè. Ik dacht van hij is zo dichtbij bij de beginplek. Zou ik dit wel doen? Nou, uiteindelijk dus gedaan. Oh, kan ik hier... No way. Kan dit? No way. Nee, kut plant. Oh my days. Oh my fucking days. Oh, kut. Ja, maar hier gaan ze me zien, denk ik. Ja, hier gaan ze me zien. Kan ik hier weer uit? Ja, dankjewel. Oké, het had een goede plek geweest als ik zeg maar achter die plant kon verstoppen. Maar dat ging dus niet. Je kan echt gewoon... Ja, I don't know. Je zit daar een soort van trapped of zo. En daar hoeven ze maar één keer naartoe te kijken, dan zien ze je. Hier kan je natuurlijk achter de deur. Dus dit bedoelen ze met achter de deur. Deze plek. Wauw. Deze plek gaan ze me never ever fucking nooit vinden. Oké, weet je wat? We onthouden deze plek. Maar we gaan even gewoon naar een ander plekje zoeken. Maar stel dat ik daar zou gaan zitten... Then there's just no way dat ze me daar ooit gaan vinden. Ook al zeggen ze van, ik kan wel sneaky achter de deur zitten en zo. Dat plekje, daar past geen persoon tussen. Dus dat wordt hem gewoon niet. Maar we gaan eerst nog even verder kijken, alright? Eerst gewoon nog even verder speuren. Naar een ander plekje. Want deze boot is knijtergroot. Dus je kan, praktisch gezien overal naartoe natuurlijk. Bijvoorbeeld ook hier. Wat hebben we hier allemaal te beleven? Wat is dit, joh? Oh, dit is de pianobar of zo. Hier heb je piano staan. Hier had Ido het net over, volgens mij. Kunnen we hier achter de bank? Nee, onder de bank gaat natuurlijk ook niet. We hebben hier nog een deur. Kan die open? Nee. Oké. Ik denk dat ik hier niet echt goed kan verstoppen. En als je waarschijnlijk deze kant op loopt, dan kom je weer bij die andere deur uit. Ja, oké. Dat is duidelijk. Oh, what the fuck. Moeten we dus terug die kant op. Ja, jongens, ik wil echt even een goede verstopplek vinden. We hebben natuurlijk al een goede verstopplek gevonden. Maar ik wil eerst kijken wat er nog meer allemaal is. Bijvoorbeeld hier onder de trap zou je ook wel goed kunnen verstoppen. Alleen ik weet niet, als ze vinden ze je wel. Laten we even de trap oplopen. Top, tidop, 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 tidom. Hallo. Oh, kom op. Klim over dat pisrandje heen, heel goed. Kunnen we onder de tafel? Kan dat? Oh, dat is jammer. We kunnen helaas niet onder de tafel, jongens. Op zo'n stoel heeft niet zoveel zin, want dan zien ze ons gewoon. We hebben hier een klein minibarretje of zo. Oh, no way. Ik wil net zeggen, kunnen we in zo'n kastje staan? Maar dat kan helaas ook niet. Dan blijven er weinig plekken over. Dan komen denk ik uiteindelijk toch... wat is dit? What the fuck is dit allemaal? Aha! Misschien is dit wel... Oh, daar kan je ook niet onder. Jammer. Waarom kan je er nou weer niet onder? Kutbureaustoel aan de kant. Hier ook niet. Oh, man. Shit. Ja, we hebben hier niet echt een goed plekje, denk ik. Nee, sowieso niet. Hier kan je niet goed verstoppen. Dan moet hier maar even naar beneden springen. Hopelijk kan dat zonder dood te gaan. Wacht, anders heb ik wel een goed trucje ervoor. Anders moeten we echt veel te ver om. Zo. Oké. Ja, dit overleeft hij wel. Hartstikke goed. Kijk, dat is lekker aan samen online spelen. Dat je lekker kan modden. Dan is het altijd super makkelijk. Het is een soort van private server, dus dat kan allemaal. Nee, ik ga me denk ik gewoon maar lekker achter de deur verstoppen. En dan doe ik straks wel, ga ik naar die douches toe, weet je wel. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar die zijn, maar kom ik vast wel achter. Oké, komt die aan. Nou jongens, ik heb een plekje gevonden. En ik ga jullie heel veel geluk toewensen met het vinden.
Oké, okay. Ga je ons na een tijdje weer riddles geven? Yes. Ik, gewoon dezelfde plek, weet je. Succes! Dankjewel! Kijk, ze lopen hier nu gelijk al langs, hoor ik. Ik kan ze horen. Voetstappen, zeg maar. Ze horen me natuurlijk ook tokken, hè. Daar moet ik ook even opletten. Dat ze me horen tokken. Maar we gaan even luisteren. Dat bedoel ik, zeg maar. Ja. Dus dan zit je niet al heel lang. Ja. Jij mag de vraag raken. Communicatie, jongens, kom op nou. Hey, plant. Roy, you here? You the plant? No? Dit zou je gelijk wel met amper kunnen zien. Ja, dit wordt echt een Mission Impossible. Ik ga waarschijnlijk straks ook een tip aan jullie geven. Dit is echt zo'n zieke verstopplek. Dit ga jullie never ever fucking nooit vinden zonder een tip van mij. Daar weet ik 100% zeker. Ja, maar zit je weer ergens in waar wij niet in kunnen kijken? Probably. Dan heb ik toch zo'n... Ja, jeet. Zal ik maar gelijk de eerste tip geven? No. Oké, dan wacht ik. Nee. Dus, ik zit hier dan nog wel even prima. En ik denk echt niet dat ze mij hier gaan vinden. De eerste tip die ik ze trouwens ga geven, als ik zo meteen de tip ga geven, is gewoon van, ik zit dichter bij de beginplek dan je denkt. Want hey, de beginplek is natuurlijk daarvoor op de boot, bij dat water, you know. En dit is best wel dicht bij de beginplek, right? Als je naar binnen loopt in de boot, dan kom je dus eerst langs die bar, waar ik al echt een moker goede verstopplek had. En daarna kom je hier, in dit soort van, ruimtetje waar je kan chillen, weet je wel, die soort van lounge met de bank hier die rechts naast ons staat, waar we nog wilden verstoppen bij de plant. Maar ik denk dat ik toch wel blij ben dat ik deze plek heb gepakt. En ik weet, voor zometeen wil ik nog één verstopplek doen, want ik denk dat ik nog wel een leuke weet. We gaan dan of naar de douches, weet je wel, met die kamers, met die echt soort van suites, met douches en zo en een bad. Of we gaan naar ondergronds gedeelte met al die machines. Ik denk dat we daar ook wel goed kunnen verstoppen. Maar goed, we gaan ze even een tip geven, want ze zijn nog totaal nog niet in de buurt. Nou jongens, zal ik je er maar een tip geven? Ja, doe maar ja. Oké, ik ben dichter bij de beginplek dan dat jullie denken. Wat is dat nou voor shit, Riddle? Oh, wacht, zit jij hier in de machinekamer hierachter? I do not know that, Ido. Ik heb mezelf weer gemute. Ze zitten hier wel in de buurt, want ze schijnen met zaklampen hier. Kijk, zie je dat? Al telkens als er iets opgloeit, dan is dat iemand zeg maar met een zaklamp. Dus ze zijn wel een soort van in de buurt. Alleen, ze kijken, ja, ze gaan me hier ook gewoon niet vinden. Maar ja, het is een verstoppertje. Dus hey, dit is gewoon legit een goede plek. If you ask me. Want zolang zij mij niet kunnen vinden, heb ik een goede verstopplek bedacht. En ik denk ook serieus dat dit zo'n verstopplek is, hè. Als je dit met je vrienden zou doen en je zou hier gaan verstoppen als kip zijnde. En je zou geen tips geven, dan zijn ze minimaal wel een uur bezig, denk ik, met je vinden. Want dit is echt gewoon... De boot is echt al knijters groot natuurlijk. En dat is zo'n plekje... Nou, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. We gaan even verluisteren, waarbij ze. Niet zo stommetjes. Zit hij hier in de jacuzzi? Ja, heb ik al gekeken, maar... Ja, daar wilde ik in de jacuzzi, alleen het werkte niet. Want er zit een onzichtbare barrière. Dat je eronder kan. Een barrière. Onzichtbare barrière. Nog een tip, jongens. Ik zit niet buiten op de boot. Als je weer in diezelfde shitkamer zit, hè? Ik zit niet in dezelfde shitkamer. Nou, dat waren twee tips, alsjeblieft. Thank you, man. Zou die hier achter de banken zitten? Good luck searching, boys. I'm going down. Yeet. Er loopt nu echt iemand naast me. Ik hoor zijn voetstappen. Ze gaan me echt nooit vinden hier. Echt niet. De enige manier hoe ze me kunnen vinden... is als iemand echt helemaal tegen deze muur aanloopt. Tegen deze groene muur. Aan. En dan naar links kijkt. Alleen dan ziet hij me waarschijnlijk. Wacht. Ik heb geen idee waar we moeten zoeken. Jezus. Nee, ik ga even kijken achter de hoekjes, deuren... Ja, hier! Ja! Nice! Maar hey, zie je nu de master tikken? Waar? Ja, jeet! Edo! Waar is hij hier? Edo, kijk eens achter je, daar wilde ik eerst verstoppen. Hey! Kijk eens! Kijk. Ja. Ik ga het wegrennen, ik ken jou. Edo, kijk daar eens. Edo is. Hey! Hey!
Nee, shit! Ja. Ik zat hier, jongens. Hier zo achter. Kijk zo. Kijk dan hoe sneaky dit plekje is. Oh my days. In ieder geval, jongens. Jullie mogen weer effies lekker naar dat puntje van de boot. Dan ga ik nog één verstopplekje doen. En daarna dan kunnen we eventueel nog een andere kip laten roinen. En dan gaan we die eens eventjes op de retel stikken. Maar eerst wil ik nog even een plekje doen. Dus blijf vooral naar het water kijken. Want ik loop hier nu gewoon rond. Dus blijf naar het water kijken. Ik weet niet wie er nu ergens beneden aan het zweven is. Volgens mij is het een Bas, maar blijf naar het water kijken. Oké, ik ga me nu muten. Doei. Oké, we gaan hier naar beneden rennen. Want ik wil hier natuurlijk wel even kijken of je hier nog een mooi plekje hebt. We zijn hier beneden nog helemaal niet geweest. Dit is de machinekamer. What the fuck is dit, hé? Een soort van jachtluipaard. Puma-achtig of zo. I don't know, dat beest heet jacht... Volgens mij een jachtluipaard. Dat weet ik niet. Of... Nee, hoe heet zo'n zwart beest nou? Zo'n zwarte tijger soort van. Die heb je ook in Jungle Book zitten. Ik kom er even niet op. Is het een... Volgens mij is het wel een jachtluipaard. I don't know. I just don't know. Hé, een bad. Kunnen we erin? Oh nee, oké. De wc. We zijn er dus wel bij die kamertjes waar ik al naartoe wil. Dus dit is niet de machinekamer. Maar hey, dan kunnen we gelijk dus ook even kijken in die suites of je hier een mooie plek hebt. Maar het lijkt erna, het ziet ernaar uit van niet. Kunnen we op bed? Nee. Oké, we lopen weer verder. Tom, die dom, die dom. Kunnen we hierop? Nee. Al dit kastje. Ja. Oh, kunnen we dit? Ach, oh mijn god. Dat. Zo, dit gast niet vinden, gast. Dit wordt echt. Dit. Ik steek er namelijk volgens mij net niet bovenuit. Ik kan het volgens mij net niet zien. Ik wil zo graag kijken of ik hier bovenuit steek. Maar ik kan mijn camera niet op. Oh, wacht. Oh, nee. Zo. Ja, ik steek volgens mij of net wel bovenuit of net niet. Maar ik will take the risk. Dit is zo'n mooi plekje. Kijk, ik heb zelfs uitzicht op de zee. Moet je kijken hoe prachtig. We hebben ons plekje, jongens. Jongens! Yes. Dit is echt een hele originele spot. Oh jee. En ik wens jullie dan ook weer... Ik heb het omhoog gelopen. Kanus veel succes met deze plek. Alright. Ja. Als je maar niet weer achter een deur staat. Ga gelijk achter de deur kijken. Ja, die deur daar kan je niet achter kijken. Nee, nee, no. Deze keer mag iemand anders dit plekje doen. Die ben ik iedere keer. Dat vind ik saai, hoor. Behalve deze laatste kamer. Oh. Oh. Ben je hier? Zeg ik niet. Die kip is ook zo moke klein, hè? Jij bent een kip. Ja. Was ik maar een kip. Ik zit sowieso niet hier, althans. Uit de deur. Goodbye room. It was nice knowing you. Next room. Yes, bye-bye. This room. Oh mijn god, dit is by far de beste verstopplek tot nu toe, jongen. We zijn al zo vaak langsgelopen. Max keek gewoon deze kant op. Alleen ik sta zo goed verstopt achter dit soort van boekenplankje of zo. I don't even know wat het is. Soort van boekenmandje. Maar ik sta hier zo fucking goed. Oh mijn god. Echt waar. Dit is echt zo prachtig. Ik sta hier echt perfect. Sure, unless you have deep throated the pen. Woe! Jongens, deze plek. Oh, hallo. Oh! Deze plek. Deze plek. I don't know. Ja, ik hoorde iets over deep throated the pen ofzo. Maar... Ik heb de context niet begrepen hiervan, dus het zal wel. Er was geen context. Sounds like Max. Oh jongens, op mijn plekje zal ik een tip geven. Ik heb op dit plekje echt een prachtig uitzicht op de zee. Oh, I know where jij staat echt op de top van de wereld. Het is echt de beste plek ooit. En ik ben hier legit gekomen, zonder F2 of wat dan ook. Ik heb hier echt... Een prachtig uitzicht op de zee. Ik zie de golfjes aankomen, stromen. En dan komt er weer een nieuw golfje aan. Met zo'n prachtige witte laag zout erbovenop. Het is gewoon prachtig. Zout. Het is echt prachtig. Hier nog een golfje. Ik ga de golfjes tellen. In plaats van schapen tellen, ga ik golfjes tellen. 1 en 2. Hier kan je erop.
Am I at the right spot? I guess you're not. Am I dumb? Ik zie prachtige golven. Dumb? Echt. Oh, mwah. Wat is het toch een mooi uitzicht, zo. We zijn nu met z'n drieën lopen wij op het dak. Anyway, veel te laaien. Ik ga niet op het dak lopen. Nou, zal ik dan maar weer een tip geven, omdat jullie weer veel te bouwd zijn? Nee, deze tip is goed. Oké. Dat betekent dat je buiten zit, namelijk. Althans. Nee, dat is dus juist het ding. Ik zit niet buiten. Oké, nou. Oh, dan? Maar ik heb een prachtig uitzicht op de zee, kan ik jullie vertellen. Dus, good luck. Nu buurt ik me weer, want ik heb veel te veel weer gezegd. Doei. Oh, ik heb ze eigenlijk weer veel te veel tips gegeven. Ik heb een prachtig uitzicht op de zee. Hé, hey, daar lieg ik niet over. Kijk hier eens links van mij. Prachtig uitzicht op de zee. En ik heb hier achter de krantenbak. Yo, fuck you, man. Ik was net aan het uitleggen hoe mooi ik hier aan het genieten ben van de zee. En dan kom jij aan het stinken. Max, jij bent er denk ik wel 5000 keer langs gelopen. Jabas 2 keer. En Ido ook echt 5 miljoen keer. Dus, maar wat is het dan? Ja, maar het is zo van, dit zijn de beneden bij de seats. Beneden bij de suites. Bij de, Max die zei toen nog van, oh, zit je hier? En toen zei ik, no, I don't know. Of weet ik niet, of zo. Zoiets zei ik. En ik zat daar ook niet, maar ik zat achter de krantenbak. It's what? Amazing. It's amazing. My spot is truly amazing. Dit is echt. Het is dat, ik weet niet hoe ik het zag, maar het was gewoon van, krantenbak. Nee, krantenbak. Hier zo achter. Hier. Maar nu moet ik hem nog tikken. Echt? Ja, kijk Max, ik zit hier. Hier heb ik inderdaad echt langs gelopen. Ja, en ik kom er ook gewoon niet meer uit. Het is een trapdrol. What the hell? Wacht, let me help you. Ik kom er gewoon niet uit. Wacht, ik wil jullie wel even legit laten zien dat ik hier zonder bullshit in ben gekomen. Kijk, ga eens aan de kant en sla me niet. Let op. Kijk. Kijk. Woep. Zo. Kom op. Ja, kijk. Nou, nu bij ons sta je hier al. Nou, bij mij sta ik hier gewoon te stinken hoor. Je kijkt dan. Liar! Hier, kijk dan. Liar, hacker! Hier! No. Kijk dan, ik sta er gewoon in! Hou op! Maar in ieder geval, oké. Ik wil natuurlijk ook nog even zoeken naar zo'n verdomde kip. Dus zij mogen even lekker gaan uitvechten wie een kip zo meteen gaat zijn. Ja, shout-out naar Ronald voor de verdomde buurman. In ieder geval, zij gaan even lekker uitzoeken wie de kip is. En dan gaan wij even het politieuniformpje aantrekken. En in één keer transformeren naar een mens. Dat is veel cooler. Dus hey, ik ga nu ook een keer zoeken. Geinig. Zo, is mooi hè, zo dat uitzicht, jongens. Zeker weten. Zee, hè? Hey, weet je wat we gaan doen? Wij gaan een kipje zoeken. Kip, tonkie, wonkie, sonkie. Oké, weet je wat ik doe, jongens? Ik blijf op de middelste etage. En dan ga ik eens even kijken. Ik ren wel meteen naar boven toe dan. Ja, weet je wat het is? Max die gaat sowieso niet verstoppen in een van de ruimtes waar ik al verstopt ben geweest. Of juist wel. Nou, dat denk ik niet. Toch Max? Nee hè? Nee joh. Zie je, dat dacht ik al. Kijk. Nou, dat zou ook heel noob zijn, weet je wel. Nou, doet Max wel vaker dingen van me na. Alleen dit zou hij denk ik niet zomaar na. Dus, ik ben nog helemaal niet boven geweest. Dus ik ga even om top checken. Ik denk dat hij hier een leuk plekje heeft uitgezocht. Toch Max? Je hebt hier wel een vrijtig plekje gekeken. Kijk, hier zo misschien in het barretje. Oh, dat kon niet. Dat heb ik zelf al getest. Daar kan je niet in. Eerlijk Max, heb je dat al getest om in dat barretje te klimmen? Zeg maar, ja, jij hebt boven. Alles is onder kasten, boven. Ja, I know. Heel weinig plek kan je in. I know, dat is echt jammer, hè? Zonder F2 te gebruiken kan je best wel weinig, alleen ja. Ik heb die allemaal in ieder geval al gezien. No way. Ja, allemaal. Oude fucks name. Zijn jullie al bij de corridors geweest? Ik ben nu in de bestuurkamer van de boot. Ik ben letterlijk in slaap. Max, zo, that was hard. Hey, dat was hard. Niet. Goodbye. Yo. Goodbye, Max. Goodbye, you shit chicken. You shit chicken. Ik kon jullie allemaal onderzien. Ik zat gewoon hier. Ik kwam gewoon heel droog hier zo in de bestuur... Hoe noem je zoiets? In de stuurkamer van de boot. Niet gezien, hoe heet dat nou? Stuurkajuit? Ik weet niet hoe dat heet. Het heeft zo'n naam, hè? Dat heeft zo'n naam. Stuurkamer of zo? Nee. Het heeft echt een naam. Google het. Use Google. Use Google for this. Ik kan mijn video... Stuurhut! Juist! Ik stond dus in de stuurhut. En toen liep ik hier gewoon zo'n rondje mee. Zie ik Max gewoon heel droog hier zo op de ruit zitten. Gewoon zo. Ja, maar jullie gingen net helemaal onder me door. Just ik dacht dat jullie wel aan het begin zouden zien. Je vieze kimpie. Hier. Oh. Oké. Nou, it's time for monkey attack. Oh boy. Oh no. Ik kan hier ook gewoon niet uit. Ik zit gewoon klem hier hoor. Jeet. Nou. Jeet. Why me? Jeet. Oh.
Maar nu komt Max er ook mee bemoeien. Jeet. Ja, wat dan? Wat is dit voor bullshit? Oh, wat? Oh, wat de hel? Wie prankte me daar? Dat was echt een super prank. Wat? Blijkbaar kan dit gewoon kapot. I did not know that. In ieder geval, beste kijkers, we gaan hierbij deze hide-and-seek video afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal weer van genoten hebben van deze video, van de GTA 5 video dus. En bij deze de belofte dat er weer meer GTA 5 content geüpload gaat worden op mijn kanaal. Want ik heb jullie reacties echt wel gelezen. Jullie zeggen, Roy, Fortnite is super tof en het wordt dan ook echt knijters veel bekeken. Alleen, jullie houden ook gewoon nog steeds van de politie en boefjes, de hide-and-seeks. De Elspie-vaartjes, noem het maar op. Dat willen jullie ook gewoon nog steeds zien. En uiteraard luister ik naar jullie kijkers. Dus hierbij mijn belofte. Meer GTA komt eraan. In ieder geval, beste kijkers, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Doe nog even een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer op mijn kanaal voor meer video's. GTA 5, Fortnite, etcetera. En check je me altijd graag weer bij een nieuwe video. Vandaag nog om 16:30. Fortnite namelijk. Laters!